Larissy. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Styletone unboxing. Ik heb weer een box gehad van Styletone en die wil ik graag samen met jullie unboxen. Dit is de September box en ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden en ik zal de producten straks hier nog in beeld brengen. Laten we hem samen gaan openen. Ik zie direct al, het is dezelfde layout als vorige box. Het is dezelfde marble opmaak. Bovenop zie ik weer het Styletone boekje met de producten. Er staat voorop, deze maand is 100% vegan en parabenenvrij. De box is als thema back and ready. Voor back to school en ready for school en ready for work. Superleuk. Ik ga nog niet kijken wat erin zit. Maar we gaan wel samen hem openen. Ik zie al gelijk, dit is het in bubbelplastic. Zit dit vast. En deze zit los. Dus laten we daarmee beginnen. Ik kan het niet uitspreken. Dit is van Larissy. Geen idee of het goed uitspreekt. Het is een Shade Stix. Bronzer. Ja, cruelty free bronzer, zonder parabenen. Oké, ik ben benieuwd. Meteen even spieken. Oh, cool. Een supermooie bronzer stick, een crème stick, voor het aanbrengen van bronzers. Ik hou superveel van bronzer, ik hou van contouren, maar ik hou ook hier van blush en highlighter. Dus deze gaat in mijn blush en highlighter bakje. En er zit nog een sticker op. Er zitten beautiful things inside. Laten we het hopen. Dit is een lippotlood. Ja, een lip define. Een lip definer pencil. In de kleur Rana. Van Douche. Of Douche. Douche. Ja, erg mooi pencil. Ik ben meer van de liquid lipsticks. Maar ik vind dat wel heel mooi. Als ik een lipstick gebruik. Om er dan een lippotlood bij te gebruiken. Zodat we... Je lipstick ook wat beter blijft zitten, maar ook wat sterker aangedikt is. Zodat het een mooi omlijntje heeft. En dat het echt strakke, duidelijke lippen zijn. Zonder dat het snel vervaagt. En dit is een kleurtje dat ik eigenlijk nog niet had. Terwijl het best wel een mooi kleurtje is. Dus daar ben ik al wat tevreden mee. Deze van Douche, Douche. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een nagellakje, denk ik. Van Peace of Pace. Deze septemberbox heeft wel echt producten met moeilijke namen. Met Larissy, Douche en dit is Pies. Je schrijft het zo. Het is een Rich Away Nail Conditioner. Oké, dat is denk ik voor je. Ja, het staat er voor je. De tipjes van je nagels. Maar ik ben wel echt heel erg van de nagelverzorging. Want mijn nagels zijn best wel lang altijd van zichzelf. Dat vind ik super fijn. Dat is altijd echt een gift om te hebben. Maar dan moet je ze ook wel goed voor zorgen. Dus dat is heel leuk. En dat ga ik proberen. En hopen dat hij goed zijn werk doet. Deze van Pies. Of Pace. Dan zie ik wat leuks. Van Bella Pierre. En deze keer weet ik hoe ik het uitspreek. Want in de vorige box, als je het nog kan herinneren, zat ook een paletje van Bella Pierre. En nu hebben ze weer eentje. Dus dat is wel heel leuk. Maar dit keer een highlighter palet. Heatwave heet het. Even openen. Dit ziet er wel echt veelbelovend uit. Ik ben sowieso wel heel erg fan van highlighter. Ik denk toch dat ik de vierde kleur echt wel het mooiste vind. Omdat hij nog het lichtst is. Ik hou echt van een lichte highlighter. Maar ik gebruik ook steeds meer de wat bronzere highlighter. Maar dit vind ik wel heel leuk. De Heatwave highlighting palet. Deze. En last but not least hebben we, even kijken, handcreme denk ik, van Dr. Botanicals Co. Oh nee, superleuk. Oh, wat gaaf. Een cacao en coconut superfood reviving hydrating mask. Helemaal vol, maar wel heel leuk. Dus met kokos en met cacao is het een superfood reviving hydrating mask. Ik vind maskers heel fijn. Ik gebruik maskers echt de hele tijd, want mijn huid gewoon is super droog.
Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk skincare te doen en dingen te combineren en te testen wat past nou het best bij mij. Mijn maskertjes gebruik ik eigenlijk altijd wel. Vind ik heerlijk. En het is ook wel fijn dat deze gewoon echt zo'n kleine tube is. Ik wil echt een handcreme, zo klein is die. Fijn om mee te nemen op reis of zo. Dus dat was de Stelton Box voor deze keer. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En laat zeker weten dat jullie tips of tricks hebben of opmerkingen die ik volgende keer mee kan nemen bij de volgende unboxing. En ik hoop dat ik snel weer voor jullie een box mag unboxen. Ik hoop dat snel de nieuwe er weer is. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!